Ik ben Vincent Jansen en welkom bij een nieuwe vlog van Jumbo Paddingen. Gisteren heeft de uitslag van de actie Spek de Kast actie plaatsgevonden en van het prijzenfestival. Vincent is live op locatie om verslag te doen en we schakelen daarom nu live naar hem over. Hallo Vincent, ja ik ben hier inderdaad bij de Jumbo in Paddingen. Er wordt hier vandaag een hoop weggegeven, prijzen, checks, een waar gekkenhuis. Dus blijf kijken. Terug naar jou Vincent. Ja dankjewel Vincent. Naast deze acties zal ook de vereniging of school die op een meest ludieke wijze hier deze middag aanwezig was, ook een leuke prijs krijgen. Dus dat gaan we ook nog zien. Maar dit was de tussenstand van de top 10 op 16 oktober van de Spek de Kast actie. Zal daar nog veel in veranderd zijn? We gaan het zo zien. Is dat verder al een beetje op gang aan het komen, Vincent? Nou Vincent, alle verenigingen en scholen zijn zich hier al aan het verzamelen. Het is hartstikke druk aan het worden. En Maurice Graaf die gaat zo meteen de winnaars bekendmaken van de Spek de Kast actie nummer 100 tot en met 11 zoiets. Dus dat gaan we allemaal zien hier. Ben benieuwd. Anders ik wel Vincent. We zullen zo eens kijken naar die nummer 100 tot en met nummer 11 van de Spek de Kast actie. Ben benieuwd. Maar liefst 39 prijzen hebben we mogen uitdelen. Mede mogelijk gemaakt door allerlei ondernemers hier uit Pelamaas. Jazeker Vincent, en die prijzen vallen nog niet mee. Zo is er een minuut gratis winkelen te winnen. Een viergangen biermenu bij de Soes. Een van de twee fietsen, ontzettend veel. We gaan het zien. Dat betekent dat we nu weer live overgaan naar de uitslag van de Spek de Kast actie. Jazeker Vincent, we gaan nou verder met de top 10 tot en met 4. Eens kijken wie daarvan de winnaars zijn van de checks. Dan blijft alleen nog maar de top 3 over. Maar laten we nu eerst eens even kijken naar wie er deze middag het meest ludiek aanwezig was. Ik ben benieuwd. Dat zijn de meiden van basisschool De Horizon. En dan is natuurlijk de vraag, wat hebben zij gewonnen? Harald heeft het straks gezegd, een Jumbo cadeaukaart van maar liefst €250. Nou, die dames zagen er leuk versierd uit. Hartstikke verdiend als je mij vraagt. Maar we gaan nu eerst verder met de Spek de Kast actie. Wie heeft er gewonnen? Laten we verder kijken. Zijn jullie zover daar, Vincent? Ja, Vincent, we zijn aangekomen bij de top 3. Nou, ik ben benieuwd. Wie heeft het meeste geld opgehaald? We gaan het zien. Nu. Op plek 3, de ouderactiviteitencommissie van basisschool De Groenling. €561,15. Nummer 2, BVHC. €693,75. Op de eerste plaats, €863,25. Deze kleine mannen onder andere, SV Paddingen! Zo, dit was het weer voor vandaag. Alleen maar winnaars hier. Dus laat je felicitaties hieronder in de comments achter. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei!